Terwijl wij in onze regio natuurlijk allemaal bezig zijn met Vierdaagse en de Vierdaagse feesten, spelen er in de wereld tal van andere onderwerpen. Maxime Februari is filosoof en gaat in gesprek met bezoekers in de bibliotheek van Nijmegen. Want hoe zou een Vierdaagse week er normaal gesproken voor jullie uitzien? Hectisch. Ja, dan rennen we van hot naar her. Dan hebben we vanuit de bibliotheek hiervoor op het plein, samen met de partners op het plein, één groot kinderprogramma. We hebben op zondag en op maandag schrijvers in de Stevenskerk. Ik had Stoere Mannen. Een programma op Festival Het Eiland. Stoere Kinderen zou ik hebben op het Valkhof Festival. Mm-hmm. En nu heb ik zondag een boek zitten lezen op de bank. Ook wel eens. Net even anders. Ja, want nu, wat zijn nu een beetje de plannen? Nou, we hebben sowieso leuke plannen. Het is allemaal wel aangepast, want dat moet nu gewoon. Maar we krijgen woensdagavond komt hier in samenwerking met Radboud Reflex Maxime Februari. We hebben een heel jeugdprogramma opgezet. Echt op gezinsbasis, zodat je met je eigen gezin leuke activiteiten kunt doen. Ja, en door de hele zomer heen komen al dat soort activiteiten terug. Ja, want morgen is eigenlijk een beetje het hoogtepunt dan van de week, om het maar zo te zeggen. Voor mij wel. Voor mij wel, ja. Ja, waar gaat dat dan over? Nou, we hebben Maxime Februari uitgenodigd en hij zou eigenlijk in de Stevenskerk komen. Maar hij was veel te interessant om gewoon zomaar te laten gaan. Want het is gewoon een hele interessante man. En wij hebben hem gevraagd of hij affiniteit heeft met onderwerpen als de Black Lives Matter die nu gaande zijn. Daarvoor hebben wij samenwerking gezocht met Radboud Reflex. Want dit zijn natuurlijk ook onderwerpen die voor hen van belang zijn. En er is een heel mooi programma uit voortgekomen over emancipatiebewegingen door de jaren heen. Dus niet alleen de Black Lives, maar ook de Me Too die een paar jaar geleden was. Rondom de LHBTQI+ bewegingen. En hoe dat zo door de jaren heen ontstaan is. En wat je daar voor lessen uit kunt trekken. Oké, en normaal gesproken dus in Stevenskerk biedt ongeveer plaats aan zo'n 400 man, zei je al. Maar ja. Nu moet dat anders. Waar gaan jullie het nu doen en hoe? Ja, we zitten in de bibliotheek. Op 1,5 meter, dat betekent dat we echt beduidend minder ruimte hebben dan normaal. Maar toch nog voor 78 mensen was er plek. Maar ik had hem echt, die hele Stevenskerk hadden we kunnen vullen. Ik heb, de e-mailtjes kwamen in zo'n hoog tempo binnen dat het in no time vol zat. Dus ik kan ook niet zeggen, kom nog lekker. Maar ik kan mensen wel blij maken als ze het interessant vinden dat Radboud Reflex zo fantastisch is dat ze een podcast maken van het gesprek. En dat ze opnames maken. En die worden de dag erna via hun YouTube-account aangeboden. Dus iedereen kan het ook nog terugkijken. Oké, waarom zou iemand hier erheen gaan? Kan dan niet echt meer. Maar waarom zou iemand dat dan terug moeten kijken? Nou, omdat het wel interessante onderwerpen zijn. Dit zijn van die onderwerpen waarvan je hoort mensen vaak hierover praten. En nu is het natuurlijk ook weer je leest heel veel over. Maar het is wel eens een onderwerp waarvan het goed is om met elkaar over in gesprek te gaan. En je gedachten erover te laten gaan. En gewoon te leren. Ja. En dat doe je alleen maar door inderdaad met een open mind, met een open vizier, met elkaar het gesprek aan te gaan. En zo'n soort gesprek gaan we voeren. De opnames van het gesprek zijn vanaf donderdag beschikbaar via het YouTube-kanaal van Radboud Reflects.